Er is een nieuwe trend de laatste jaren van voetbalboeken. Gijp is de meest bekende, meest verkochte, denk ik. De vorige keer hadden we hier Sjoerd Bossoer, schrijver van Een Avondje NAC, die nu in de luxe editie is verschenen. En een prachtig boek is verschenen. Leo, nou van de voetballer die volgens mij 2 keer bij NAC heeft gespeeld, Leonardo. Aan de telefoon is schrijver van het prachtige boek, Bart Vlienstra. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Hi Bart. Hi. Welkom in het NAC-programma. NAC-praat is een beetje een programma, de stem van de supporter. Dus je moet wel waarschijnlijk voorbereiden op wat NAC-gerelateerde vragen over jouw prachtige boek. Ja, nee, graag. Leuk. Wat heeft je... Praat ook, voor de helft een beetje over NAC, over zijn NAC-periode. Dat begreep ik al voordat ik een bladje had gelezen, inderdaad, dat heel veel over NAC ging. Terwijl hij in principe toch ook bij Feyenoord heeft gespeeld, bij Ajax heeft gespeeld. Ja. Heel veel boeken komen eruit, zei ik net al, over voetballers, ex-voetballers, trainers. Wat heeft jou doen besluiten om juist over Leo, zoals je het boek noemt, juist over hem een boek te gaan schrijven? Nou, ik ben niet echt ingesprongen op een hype. Vind ik zelf. Ik loop al jaren met dit plan rond. Okay. Ik heb Leonardo 8 jaar geleden echt goed leren kennen. Toen hij net voor het eerst bij NAC speelde eigenlijk. Daarvoor heb ik hem ook wel eens geïnterviewd in zijn Feyenoordtijd. Maar ik ben echt veel met hem omgegaan in die eerste NAC-periode. En daaruit is een soort vriendschap gegroeid. En ik had altijd wel in mijn achterhoofd van dit moet wel ooit een keer een boek worden. Omdat ik zo van nabij kon meemaken wat een voetballer, wat er allemaal op zijn pad komt. En zeker zo'n excentrieke voetballer, hoe hij denkt en hoe hij doet. En hoe hij is en in welke problemen hij komt en wat hij allemaal meemaakt. Wat maakt hem zo excentriek dan eigenlijk? Waarom komt hij in de problemen? Waarom denkt hij anders volgens jou? Wat zit er precies in? Hij is een Braziliaan en natuurlijk niet alle Brazilianen zijn zoals hij is, maar hij is wel het prototype misschien ervan. Een heel extraverte jongen, dat zit in zijn genen. Zijn zoontje die is half Nederlands, half Braziliaans, maar die kan ook wel flink tekeer gaan tegen zijn scheidsrechter, hoewel dat een hele lieve jongen is. Ja, maar het is ook zijn opvoeding. Hij heeft zichzelf moeten opvoeden. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Zijn moeder was vaak voor zaken in het buitenland. Die verkocht haar kleding in Paraguay. En zijn huis. En hij moest... sorry? En zijn huis. Van Leonardo. Ja, ook dat. Ja, ja hij... Hij moest zichzelf dus een beetje opvoeden. Hij heeft nooit echt ouderlijk gezag gehad. Bij Feyenoord hebben ze het ook niet goed aangepakt in de jeugdopleiding. Op zijn 11e kwam hij al bij Feyenoord. Heeft hij ook een beetje zijn eigen wetten gemaakt. En zo is dat eigenlijk altijd doorgegaan. Dus het is een jongen zonder handleiding in het leven, zeg maar. En dat zie je steeds terugkomen, dat hij die mist. En wat een beetje mijn beeld als supporter, als liefhebber van voetbal van Leonardo is... is iemand die in interviews zegt dat hij beter is dan Ronaldinho. Maar eigenlijk op zijn top bij, wat zullen we zijn top noemen? Feyenoord, Ajax, Salzburg een beetje. Hoe zie jij dat? Ja, iedereen... Ik was toevallig eergisteren nog bij Pascal Bosgaard... die hem meemaakt in de Feyenoordjeugd... en ook bij het eerste van Feyenoord. En die zei ook van maar hij had gewoon die kwaliteiten, zeker in de jeugd. Was het zo overduidelijk dat dit gewoon een jongen was met de kwaliteiten van Romario. En zo brak hij ook door in de Kuip, zijn 17e. Hij speelde iedereen helemaal zoek. Fabelachtige techniek, ongelooflijke snelheid. Mijn eerste herinnering aan Leonardo is dat voorzetje achter zijn standbeen tegen RBC volgens mij. Wat is jouw eerste herinnering aan de jongen? Een doelpunt tegen Willem II, jullie niet ongelezen. Nou, tegen Willem II is altijd goed nieuws. Een doelpunt tegen Willem II, een soort tegendraadschot met links vanaf de rechterkant. En daarna een enorme helpartij aan de zijkant. Waarom ik meteen dacht van, wat is dit voor figuur? ik vond het wel mooi. In Nederland vinden we dat nooit zo mooi. Daar moet je gewoon altijd stoïcijns blijven, volgens mij. Dat vinden de meeste mensen mooi. Maar ik vind het juist mooi als een speler zijn emotie toont. Ja. En niet op een hele overdreven negatieve manier, maar gewoon hoe hij zich echt voelt, zeg maar. Dus niet gemaakt, maar hoe hij zich echt voelt. En dat heeft hij altijd wel gedaan, volgens mij. Bart, wat is er nodig bij Leonardo? Wat moet een trainer hebben, of wat moet een trainer met Leonardo doen om hem in ieder geval aan het voetballen te krijgen en hem op zijn gemak te houden? Dat hij in ieder geval ook in dienst van het team speelt en het ook langer volhoudt dan een jaar. Zal ik het even zeggen?
Ja, kijk, iedere trainer pakt het anders aan. Hè. Je hebt heel veel trainers die scheren iedereen over één kam. Die benaderen spelers zoals ze zelf graag vroeger benaderd wilden worden. Maar er zijn ook trainers die zich daadwerkelijk verdiepen in de achtergronden van spelers. Kees Lok en Robert Maaskamp zijn er wel goede voorbeelden van. Hm. Ja, het klinkt misschien een beetje al te vriendelijk. Maar ja, die gingen meteen met hem een keer met hem uit eten en zeiden van joh, ik vertrouw je. Ik heb vertrouwen in jou en ik wil dat jij gewoon een geweldige voetballer wordt. En dat ook nakomt, hè, en niet op allerlei posities gaat neerzetten waar die zich gewoon niet prettig voelt. Kijk, als je dat niet wil, als je zo'n speler, als je dat allemaal niet wil, dan moet je zo'n speler niet halen. Maar als jij denkt van nou, we hebben niet zo superveel geld en dit is toch een groot talent, ja, dan moet je toch proberen, denk ik, om die allerbeste spelers het goed naar de zin te maken. En dan betalen ze dubbel en dwars terug. Misschien nog wel meer dan een Nederlandse Ricardo jongen, als je hem zo aanpakt. Ja, Ricardo Muniz was ook zo'n trainer, hè? Want die heeft hij eigenlijk drie keer voor in de Feyenoordjeugd, later bij Salzburg en daarna bij Ferencváros, heeft hij daarmee gewerkt. Dus voor hem is dat ook een soort, je leest ook in het boek dat hij het heel fijn vindt om met hem te werken. Klopt, ja, Ricardo is keihard hoor, die kan keihard zijn, maar hij is al heel duidelijk, weet je wel. Ja. Je hebt ook trainers, ja, die gaan de ene keer gaan ze dat klopje op de schouder geven en de volgende keer schelden ze iemand verrot. Ja, veel spelers, zeker uit Afrika en Zuid-Amerika hoor je dat vaak, die willen gewoon duidelijkheid van oké, je ziet het in me zitten en dan moet je het ook in me blijven zien zitten, zeg maar. En dan, als ik uit de pas loop, ja, dan moet je me gewoon hard aanpakken, dan heb ik duidelijkheid. Klinkt een beetje kinderlijk allemaal, maar ja, dat is waar hij heel erg bij gebaat is. En ja, dit is gewoon... Ja, een speler, ja, het is geen Dirk Kuyt, dus je moet hem toch iets anders behandelen dan de anderen. Jij zegt kinderlijk, maar ja, dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een groot kind, hè. Als je ziet wat voor meningen die heeft over alles en iedereen. En zelfreflectie, dat komt niet in zijn woordenboek voor. Maar het is wel heel erg mooi om te lezen wat hij over anderen zegt. En ook hoe jij daar in het boek zeg maar mee omgaat. Dat is, ik probeer hem daar wel steeds mee te confronteren. Dit is geen boek van loop maar lekker leeg en maak iedereen maar lekker af. Nee, ik heb wel heel vaak gezegd van joh, waarvoor zeg je dit nou en waarom voel je dit zo? En je zei toch eerst dit. En het grappige is ook wel dat die Ernie Brands bijvoorbeeld en John Karelsen, ja, daar kon hij helemaal niks mee. En zat hij altijd op te zeiken. En toen was hij een weg, toen ging hij naar Ajax en toen deed NAC het nog steeds goed. Sterker nog, toen deed het heel goed. En toen zei hij van nou, Brands was toch wel een goede vent. Zo is hij dan ook weer. Het is wispelturig tot en met. Ja. En dat fascineert me ook wel aan hem. Wat bij Leo niet zo lukt inderdaad, waar hij in teamverband niet in slagen. Ook zijn teamgenoten konden niet goed omgaan met de voorkeursbehandeling die een club hem meende te moeten geven. Want dat heeft hij dan nodig om te kunnen presteren. Ja. En de club heeft er ook belang bij dat Leo gewoon excelleert en hem voor een leuke cent kan verkopen. Daar komt hij niet in, daar had hij niet heel goed mee omgaan. Maar ook zijn trainers inderdaad. En Ernie Brands en vooral John Karelsen, die had er ook lak aan. Ja. Die is echt van de oude stempel. En die heeft hem misschien ook al een beetje laten verzuipen inderdaad. Hoe kijkt Leo terug op met name de periode met Karelsen, denk je? Ja, Karelsen, dat staat ook in het begin van het boek. Hij heeft een top 5 van de slechtste trainers die hij gehad heeft. En daar staat Karelsen niet bij. Ik zeg, waar is Karelsen gebleven? Ja, die is zo slecht, die past zelfs niet in dat rijtje. Ik heb echt niet eens hij kon daar helemaal niets mee. Karelsen is helemaal geen verkeerde vent. Ik kan persoonlijk best wel opschieten met enkele enorme vijanden van Leonardo, zoals Pierre van Hooijdonk. Daar ben ik heel goed mee. Nou, daar heb je ook in het boek. In het boek ben je daar ook over bezig geweest. Ja, je moest per se een stuk schrijven over Van Hooijdonk van laat hem maar eens voelen. Ja. En, ja, precies. En goed, hoe kijkt het terug op Karelsen? Niet goed. Dat was water en vuur, dat klikte totaal niet. En Leo zat toen ook echt in een hele slechte fase. Aan het eind van het boek wordt wel duidelijk wat er allemaal aan de hand was in zijn familie, waardoor hij zo depressief en neerslachtig en tegendraads aan het doen was. Alleen ik denk niet dat er ooit een gesprek is geweest tussen Karelsen en Leonardo. En dat zal waarschijnlijk ook niet vanuit Leonardo geïnitieerd zijn of iets. Die mocht hem gewoon niet. Maar er is nooit echt een goed gesprek geweest van jongen, wat is er nou met jou aan de hand dat je zo verschrikkelijk dramatisch presteert? Er was een fase dat hij zo'n beetje iedere naknederlaag in zijn eentje veroorzaakte.
ja, wat is er nou met jou aan de hand? En dat is eigenlijk niet gebeurd. Dat stond Leo misschien zelf ook niet toe. En ja, dat had wel voor een hoop problemen denk ik kunnen oplossen misschien. Okay, Bart. Maar ik vind niet dat het alleen aan Karel ze lag hoor. Het was ook zeker, kijk, als iemand een uitzonderingspositie geeft, dan moet hij terugbetalen. En dat deed Leo niet, zeker niet die tweede periode. Oké. Okay. Bart, hoe komen we aan het boek? Hoe gaan we eraan komen? Je kan het bestellen via Kik Uitgevers, dat is kikuitgevers.nl. Het ligt volgens mij ook gewoon in de boekhandel in Breda. En, ja, maar Prolare, dat was vroeger Gian Notten. Hè? Prolare, ja, daar moet het ook liggen. Ja. En ja, het is echt niet alleen maar kommer en kwel, er wordt ook heel veel in gelachen en ja. Absoluut, Bart, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik heb over jouw boek heb ik een soort recensie, een soort boekbespreking geschreven. Ja. En die komt volgende week in de rat te staan. En misschien is het ook een idee om die gewoon op de website te gaan zetten. Ja, zodat mensen gewoon gewoon het verslag van jouw boek kunnen lezen. En dat ze het echt gewoon aan moeten schaffen. Want voor de NAC-supporter is het gewoon een fantastisch boek. Ik denk dat meer dan een kwart van het boek over NAC gaat. En ik vind het in potentie de beste voetbal die ik ooit in mijn periode dat ik naar NAC ga kijken. En dat is toch rond de 35 jaar ongeveer. Ja, in potentie de beste voetballer die ik heb zien spelen. En ik heb er echt heel veel van genoten van dat boek. Nou, dankjewel. Tof om te horen. Bart, dankjewel voor je prachtige boek. Okay. En dankjewel voor je tijd. En we gaan allemaal in de kerstvakantie je boek lezen in ieder geval. Jazeker. Leuk. Oké, dankjewel. Fijne avond, Bart. Bedankt. Dag. Hoi.